Als je een boerderij gaat verbouwen in Frankrijk, wat voor gereedschap heb je dan eigenlijk nodig? De echte Franse bouwvakkers, die hebben natuurlijk van die kolenschoppen met millimeters eelt op de vingers. Dat heb ik niet. Nog niet in ieder geval. Dus in mijn video's zie je me altijd werken met handschoenen. Gewoon in ieder geval mijn handen een beetje te beschermen, ook al werkt het niet altijd, want ik heb genoeg wonden gekregen tijdens deze verbouwing. Maar waar je misschien niet bij stilstaat, is de hoeveelheid handschoenen die er doorheen gaan en hoeveel verschillende soorten handschoenen er zijn. In het begin van de verbouwing heb ik deze heel vaak gebruikt. Want in het begin was het hakken. Keienvloer uit de stal weghalen. We hebben openingen gemaakt voor ramen. Waarbij je keien eruit aan het slopen bent, waar je aan het slijpen bent. Het hardcore breekwerk. En deze komen van de Action. En juist door de overdreven hoeveelheid bescherming die erop zit, extra fijn. Stevast slijten ze het hardst hier op het puntje van de middelvinger. Want daar pak ik kennelijk toch het meeste mee vast. Deze handschoenen zijn een aanrader voor als je dus echt in de grove fase zit. Daarna komt de eerste fase van opbouw. En ga je beton storten en met cement werken. En daar heb ik eigenlijk twee soorten handschoenen voor gebruikt. In eerste instantie had ik deze. Hier bij de lokale bouwmarkt van het merk Dexter. En deze zijn echt perfect waterdicht. Hier. Alleen niet helemaal. Dus aan de achterkant van de handschoen is hier weer stof, dus het is alleen maar het puntje. Dat is fijn om beton mee aan te maken en beton te storten, maar zo gauw je gaat metselen is het fijn om iets te hebben wat helemaal rondom zit. En toen ben ik overgegaan op deze handschoenen. Die zijn ook van Dexter. Dit is een ander materiaal, die zijn iets minder robuust, maar daarmee zijn wel de hele vingers ook aan de achterkant waterdicht. Dus als je wat meer gaat proppen en gaten gaat dichten, dan is dit fijn. Dan heb je niet gelijk voor die doorweekte handen. Nu zit ik in een iets fijnere fase. Ben ik veel met hout, houten balken, OSB-platen bezig. En dan had ik in eerste instantie ook van Dexter. Dat zijn eigenlijk hele nikszeggende handschoenen. Met een heel dun laagje. Ze zijn fijn, net even voor een beetje bescherming. Dat er niet gelijk een splinter in je vinger zit. Alleen het nadeel is dat dat laagje is geen anti-slip. Dus als je iets vastpakt, moet je meer kracht leveren om het vast te houden. En dat vind ik wel een nadeel. En daarom ben ik recent overgestapt op deze handschoenen. Deze komen van de Bricorama. Sight staat erop. Sight. Die zijn ook heel dun en open. Maar daar is de coating is een beetje anti-slip. En dat is wel heel fijn met het vasthouden van gereedschap. Het nadeel is alleen dat deze, als het echt warm weer is, ga je met deze rode veel eerder zweten, dat wel. Omdat het gewoon meer afsluit. Deze zijn, als het echt warm weer is, fijn om toch net even wat bescherming te hebben. Zonder dat je nou gelijk klamme handen krijgt. En alles bij elkaar is dat een bonte verzameling van handschoenen. Maar ga er maar vanuit, als je gaat verbouwen hier, je gaat er heel wat van nodig hebben. Wil je meer van de verbouwing zien? Abonneer je dan even op het kanaal. Dan hou ik je op de hoogte. Ik zeg tot de volgende keer. Oh, en trouwens, welke ik nog vergeten ben te noemen. Deze. Want toen ik hier de grote verbouwing startte, was het hier rond het vriespunt. En dan is het best fijn om waterdichte handschoenen te hebben. Gebreid en lekker warm. Deze heb ik in de winter echt heel veel aangehad. En die komen van de Lidl. Echt, deze zijn ook een aanrader. Dat was ik nog vergeten.